God houdt van excellence. Als je begrijpt wat hij daarmee bedoelt. In Daniël 6 vers 4 lezen we dat over Daniël dit werd gezegd. Daniël overtrof de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Toen ik nieuwe schoenen kocht, zag ik pas thuis dat op de schoenendoos in het Engels stond geschreven: Passion leads to excellence. Passie leidt tot excellence. Nou, met zo'n motto zitten je schoenen beter dan ooit. En het had zomaar in de Bijbel kunnen staan. Want gaf God niet het allerbeste om ons te redden? Johannes 3, vers 16 zegt: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarom geloof ik in excellence. In de wereld betekent het de allerbeste willen zijn. In het Koninkrijk van God heeft excellence een andere betekenis. Het gaat hier niet om de beste te zijn, maar om het beste te geven. God is ons hierin voorgegaan. En als Gods liefde in jouw hart is uitgestort, dan ga jij ook het beste geven. Sommige topsporters, managers en politici willen de beste zijn, omdat ze misschien nog steeds gedreven worden door minderwaardigheidsgevoelens. Ze werken zo hard om bevestiging te ontvangen dat ze er mogen zijn. Nou, dit gold niet voor Daniël. Van hem wordt gezegd dat hij alle anderen aan het Babylonische hof overtrof, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De King James Bijbel spreekt over een excellent spirit, een geest van excellence. Dat was de geest van Christus die in hem woonde en die ook jou wil leiden in excellence. Zodat je niet langer gedreven wordt door je verleden, op zoek naar goedkeuring en bevestiging. Want Gods liefde drijft niet, maar dringt jou wel om het beste te geven in je huwelijk, op je werk, in je kerk, onderweg waar je ook bent. Je geeft alles om tot zegen te zijn voor de ander, vanuit de belofte dat God je zal blijven zegenen.